Dag mensen, een hele goede morgen, zondagochtend. Een korte update op de Bitcoin-koers. Wat heeft het gedaan sinds gisteren en wat kunnen we verwachten vandaag? En we gaan meteen beginnen met de dagelijkse koers. Vergeet de video overigens niet te liken als je er wat aan hebt. Voor mij is het heel erg fijn als dit kanaal verder zou kunnen groeien. Like de video, abonneer je op het kanaal. En we gaan even kijken naar de koers. Dus de koers die heeft support gehouden in die groene boxie tussen de 84 en 8500 afgelopen weekend. Sinds de afwijzing hier op 9000, net onder de 9500. En wat we zien is dat de koers daarna is gaan stijgen. Dat doet het wel op aflopend volume. Wat dat betreft is dat een bearish indicatie. Geeft het aan dat de bulls hun kracht beginnen te verliezen. En dat we hier potentieel inderdaad de top hebben. En ook de RSI die is hier oversold zoals je ziet. Overbought. Wat betekent dat de koers daarna dus ook moet gaan dalen. Het RSI moet overkoelen. En dat zien we hier ook. En eigenlijk sinds we deze stijging hebben gehad. Hebben we nog geen echte dagelijkse high low gemaakt. En je kunt zeggen. Nou, maar het volume is nu toch weer toegenomen. Dat is waar. Maar wat we graag ook willen zien. Is dat het volume niet zo in één keer afneemt. Maar ook hoog blijft. En dat is in deze situatie niet het geval. Dus het is goed mogelijk dat we hier nu een tijdelijke top hebben bereikt, waardoor de koers eerst verder naar beneden zal moeten. En dan kijk ik in ieder geval weer terug naar die 84 tot 8500 support. Als we dat verliezen, dan hebben we de 200 daily moving average en de 7700. Blijven we boven die 7700, dan verwacht ik dat we in ieder geval nog een poging kunnen ondernemen om richting die $10.000 te gaan en potentieel zelfs die 10.500. En even kijken wat we hier namelijk eigenlijk ook zien. We hebben hier die afwijzing. Maar daarna, en dat is een shooting star, wat een bearish candlestick is. En daarna is de koers toch aan het stijgen, dus dat is niet bearish. Tenminste, de reactie is niet bearish. Maar wat we ook eerder hebben gezien, is hetzelfde. Dat gebeurt vaker namelijk. Hier bij deze pijl hebben we een rode candlestick. En die is ook eigenlijk een shooting star. Het is bearish en geeft aan dat de koers naar beneden zal gaan. Maar wat we daarna toch krijgen, is een stijging van de koers. Waarbij het volume ook aflopend is. Ik zal even een beetje inzoomen trouwens. Dus een shooting star. En in plaats van een bearish reactie krijgen we een stijging. We zien ook hier dat het volume eigenlijk afloopt. En dat de koers daarna toch nadat het een resistance heeft bereikt een daling inzet. Dus dat is potentieel wat we ook kunnen gaan zien vandaag. Slash morgen en de komende dagen eigenlijk natuurlijk. We gaan het in ieder geval bekijken. Dan, wat ik gisteren eigenlijk zei, we zaten in een evenwichtpatroon en de bulls hebben support van de 12 en 26 EMA, wat aangeeft dat zij wat de kans van een uitbraak naar boven van dit patroon vergroot. En je ziet het evenwichtpatroon, daar gaan we hier ook even naar kijken. Ik had hem er even afgehaald voor de duidelijkheid. Dus we zaten in een evenwichtpatroon en dat moest gaan uitbreken. Dat is gebeurd, we zijn naar boven uitgebroken. Alleen zijn we tot stilstand gekomen op de 9219, wat hier een sterke resistance is. Dus dat is niet gek dat de koers daar tot stilstand komt. Maar goed, wat nu? Wat dat betreft zit er nog steeds een uptrend in. In de 4 uur, we bewegen nog steeds omhoog. We hebben ook een high high gemaakt. Maar ten opzichte van de laatste top, de top daarvoor, is het wel een low high. Waar we ook mee te maken hebben, is bearish divergentie. Waarbij de toppen wel hoger worden, maar de RSI die wordt lager. En dit geeft aan dat, nogmaals ook hier de bulls hun stoom beginnen te verliezen. En dat we de kans groter is dat we naar beneden zullen gaan moeten. Maar nogmaals, ondanks de bearish divergentie, dat speelt niet altijd uit. Ook de 12 EMA is nog support. En we hebben ook nog het uitbraakpunt op 8905. Hebben we support. Zolang dit support blijft, kunnen we inderdaad de uptrend verder omhoog voortzetten. Richting die 9485 en potentieel hoger. Maar dat is niet het meest waarschijnlijke scenario in mijn ogen. Ik denk dat we hier verder door zullen moeten gaan naar beneden. En dat is dus op basis van die bearish divergentie die we zien hier op de 4 grafiek, maar ook het aflopende volume op de dagelijkse. Wil je in ieder geval weten hoe je dit allemaal kunt bekokstoven, hoe je dit kunt leren, kijk dan zeker naar mijn kennismakingscursus. En wil je veel meer leren, waarin de kennismakingscursus natuurlijk uitlegt, kort, wat is technische analyse, wat is traden. En wil je meer leren, kun je natuurlijk ook de volledige cursus doen. Dat was het einde van de video. Wil je meer weten? Laat het weten onder de comments. Heb je vragen over deze analyse? Laat het weten onder de comments. Ik zou zeggen in ieder geval happy trading en een heel fijne weekend wil ik zeggen, maar een hele fijne zondag nog.